Dag beste kijkers, welkom bij onze mini-reeks over de Fast 50 competitie die de snelst groeiende technologiebedrijven van de Benelux bekroont. Een bedrijf dat vorig jaar bijzonder goed scoorde is Geodynamics uit Kortrijk. Het West-Vlaamse bedrijf eindigde op 18 als tweede hoogst genoteerde Belgische groeier. We hebben Peter Vermees, gedelegeerd bestuurder bij Geodynamics, te gast. Welkom meneer Vermees. Dat was een puikenprestatie, die score vorig jaar. Ja, inderdaad. Het was wel een verrassing. Eigenlijk. We wisten dat onze cijfers heel goed waren, dat we een heel grote groei hadden. Maar we konden totaal niet inschatten waar we zouden eindigen. Dus met 18e plaats waren we echt wel heel tevreden. En wat heeft dat nu concreet voor het bedrijf dan opgebracht? Het heeft toch wel voor heel wat aandacht gezorgd. Het is zo dat we in een relatief nieuwe en heel snel groeiende markt zitten. En dat voor klanten die eenmaal voor een bepaalde oplossing kiezen, het heel moeilijk is om achteraf nog te veranderen. Dus ze gaan heel kritisch gaan kijken met welke partners ze in zee gaan. En een van de zaken dat ze naar kijken is welke bedrijven zijn heel sterk aan het groeien. Dus die ranking is heel belangrijk daarin. Het product dat jullie aanbieden is GPS Auto Tracking Software. Waar staat dat precies voor? Het idee is eigenlijk ontstaan bij onze vroegere werkgever. Ik werk dan samen met Stijn Stragier, waarmee ik dan de firma heb opgericht. Een elektrotechnisch installatiebedrijf. En dat bedrijf had ongeveer een 105-tal werknemers op de baan, techniekers. En we zagen dat het heel moeilijk was om de loonsadministratie voor die mensen te doen. Typisch via werkbriefjes die te laat of onvolledig werden ingediend. En waar eigenlijk het bedrijf heel weinig zicht had of dat die correct waren. En zo is het idee ontstaan om daar een oplossing voor te bouwen. En zoals dat die nu bestaat, het concept is eigenlijk redelijk eenvoudig. Iedereen kent de vaste prikklok zoals dat die op bedrijven staat. En wij hebben eigenlijk hetzelfde systeem toegepast, maar in de wagen. Dus de werknemer kan naar zijn eerste klant rijden, intikken om zijn werkdag te starten en bij het verlaten terug naar huis rijden, opnieuw uittikken. En op die manier heeft het bedrijf eigenlijk automatisch een tijdregistratie, maar een heleboel meer informatie. Bijvoorbeeld verplaatsingsvergoeding, mobiliteitsvergoeding wordt automatisch berekend. Gegevens van nakalculatie, op welke werven is er gewerkt, hoe lang, welke verplaatsing was daarvoor nodig. Ook naar planning toe, onderhoud van uw machines. Dat is allemaal informatie die heel eenvoudig met zo'n systeem te verkrijgen is, maar die anders heel moeilijk te verzamelen valt. De laatste 6 jaar hebben jullie een enorme groei gekend, maar jullie verhaal is geen succesverhaal van in het begin. Nee, inderdaad. We waren gestart met een systeem via GSM, waar de werknemers sms'jes moesten sturen bij het begin en eind van de werkdag. Dat was niet zo'n succes. Het was redelijk duur. En sloeg niet echt aan. Dus op dat moment is ook het idee gegroeid om dat via de black box te doen, maar het probleem was het geld was op. Dus we hebben dan een periode van 6 maanden moeten als programmeur gaan werken in een bedrijf in Antwerpen. En dan waren ik eigenlijk s'avonds en s'nachts bezig om aan ons eigen product verder te werken. Dat dan uiteindelijk wel heel succesvol was. Maar voor het bedrijf Geodynamics was het wel een kritische periode dan. Hebben jullie nog meer groeipijnen gekend? En iets dat voor ons dan persoonlijk een hele uitdaging is geweest, dat is werknemers. Ik denk dat we heel sterk technisch waren, heel goede producten konden bouwen. We waren denk ik wel heel goede ondernemers. We waren bezig met ons businessplan, prijsstrategie, klanten overtuigen. Maar mensen aansturen is er iets helemaal anders. Dus vandaag hebben we 20 heel goede medewerkers. Maar om zo ver te komen hebben we toch wel een heel traject afgelegd. Dus het managen is en blijft een uitdaging? Dat is en blijft inderdaad een uitdaging. Dankjewel meneer Vermees en we wensen u veel succes. Graag gedaan. En daarmee zit deze uitzending over Fast 50 erop. Ik maak graag een nieuwe afspraak met u volgende donderdag, want dan stellen we weer een boeiend technologiebedrijf aan u voor. Dat is Digital Darwin uit Wetteren. Graag tot dan.